time, let's go. Zo, nou, welkom bij deze vlog. Mijn naam is Martin Fenix en ik zit hier vandaag in de virtuele Zoom room met Iwan Balens, ervaringsdeskundige op het gebied van agile werken. En ik ga hem wat vragen stellen over de zienswijze die wij hebben over de agile way of work in combinatie met de lean way of work. We horen heel veel over die agile way of work en de introductie daarvan in steeds meer bedrijven. En tegelijkertijd horen we natuurlijk ook veel vanuit onze praktijk op het gebied van de toepassing van lean en de doorontwikkeling van lean technieken binnen bedrijven. Nou ja, in deze vlog willen we stilstaan bij hoe die relatie tussen die twee ontwikkelingen nou in elkaar zit. Iwan, kan jij ons iets meer vertellen over de ervaringen die jij hebt met agile werken vanuit jouw praktijk? Dankjewel Martin. Ja, wil ik zeker. Ik werk al een jaar of 7, 8 met agile. En wat ik zie, wat een groot verschil is ten opzichte van het verleden, is dat er een veel nauwere samenwerking is tussen business en IT. Wordt ook wel BIS-DevOps genoemd. Dus business met DevOps samen. Ja. En dat sluit heel erg aan bij het agile uitgangspunt mensen en interactie boven processen en middelen. Nou, je kent het wel, dat adagium. Dus dat is precies dit. En wat ik verder een groot verschil vind, is dat we veel meer inspelen op veranderingen. En dat doen we door feedback te halen. Feedback bij gebruikers, maar ook bij interne stakeholders. En ja, dat is een ritme wat er heel erg in zit bij Agile. Dus inspelen op verandering boven het volgen van een plan. Is dat wat je hier terug ziet komen. Ja. Dus voor mij samenvattend is de Agile Way of Work is eigenlijk focus op de menselijke interactie. Heel veel snelheid en heel veel flexibiliteit wat het brengt. Ja, dus dat is eigenlijk samenvattend. Maar ik kan ook aan jou de vraag stellen, Martin. Hoe zie jij Lean in de praktijk werken? Nou, wat ik in de praktijk veel zie, is dat Lean toch echt wordt toegepast om ervoor te zorgen dat binnen organisaties, binnen teams, er een focus komt en zo goed als mogelijk een continue focus op het fact-based verbeteren van de prestaties van je processen. He, dus je gaat echt fact-based kijken naar van waar in mijn processen zitten nou de bottlenecks. En in lean termen gebruiken we dan vaak de term waste. Dus waar zitten bijvoorbeeld de wachttijden? Waar hebben we verspilling in ons proces? Nou ja, en naast die focus, dus fact-based op waar zitten mijn bottlenecks, vind ik ook heel sterk in de praktijk dat je ziet dat bedrijven die hier heel goed in zijn, ook echt gebruik maken van die plan, do, check, act cycle. Met andere woorden, ze hebben een mindset gerealiseerd binnen hun afdelingen, binnen hun teams, waarbij lean geen eenmalig iets is, maar waarbij er eigenlijk een mindset ontstaat om constant te kijken van, hey, weet je, dit is mijn plan, deze verbetering heb ik voor ogen, daar ga ik op acteren, maar wat levert dat nou op? En wat kan ik van daaruit weer leren? Dus dat is duidelijk zo'n learning cycle die je dan met elkaar creëert. Ja, en dat vind ik heel sterk bij bedrijven die met lean echt op een continue basis mee aan de slag zijn. Bij Lean Way of Work is dat voor mij dus ook de sleutel. Je hebt een aantal technieken en je bent daar continu mee aan de slag. Maar goed, Iwan, dan hebben we het over Agile gehad. En dan heb ik wat toegelicht over die Lean Way of Work. Maar welke conclusies kunnen we dan trekken op basis van die bovenstaande toelichting? Hey, is het nou Lean of Agile of is het Lean Agile? Wat vind jij daarvan? Ja, wat je ziet is dat het echt vanuit twee verschillende behoeften is ontstaan. Agile heel erg vanuit de behoefte om zeg maar grotere IT-changes of projecten om die te helpen realiseren en organiseren. En Lean veel meer vanuit een proceshoek en procesoptimalisatie behoefte. Ja, wat ik zie in de praktijk is dat die elkaar helemaal niet buiten. Juist kunnen ze elkaar prima versterken. Ja. Via Lean ontdek je met fact-based inzicht en kennis van de processen waar verbeterkansen liggen. Ja. Daar komt een project uit of een change behoefte die je met Agile helpt realiseren. En eigenlijk begin je dan weer van vooraf aan met het verder optimaliseren. Helder. Dus ja, als ik goed naar je luister, Iwan, en ik zou er een samenvatting van moeten maken, dan zeggen we dus eigenlijk dat het veel meer waarde heeft om die beide technieken in je gereedschapskist te hebben als bedrijf, als team. Ja. En dat even afhankelijk van de specifieke rol die je inneemt en de specifieke team waarin je in zit. Ja, neig je misschien meer naar een lean toepassing of naar een agile toepassing. Maar als ik er zo over nadenk, dan heeft het natuurlijk gigantische meerwaarde als bijvoorbeeld een typische rol als product owner in een agile omgeving een hele goede link heeft
met bijvoorbeeld een black belt die zich op de lean procesverbetering richt. En dat is denk ik iets in de praktijk wat je nog niet al te veel ziet. Ik denk dat in een continu veranderende omgeving het echte kunst is om die methodes dus en die rollen die daarbij horen elkaar te gaan laten versterken. Om je echt duurzaam te kunnen onderscheiden als bedrijf. Zeker. Ja, toch? Ja. Nou ja, focus op creatie en op processen. Nou ja, dan denk ik dat je de best of both worlds in je organisatie hebt ingebouwd. En nou ja, ik gun iedereen, ook de mensen die dit filmpje kijken, om zich daar eens nader in te verdiepen. En dat kunnen ze uiteraard doen door ook nog eens onze blog die wij hierover hebben geschreven, Iwan, te lezen. En uiteraard eens verder te kijken op onze site. En het adres daarvoor zul je onderaan het bericht zien. Nou, dankjewel Iwan. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.